Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting CAV. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Ik vind het wel een uitdaging om inderdaad bij iemand een hele berg met chaos mee te nemen en om daar orde in te brengen. De vloerbedekking moet eruit. De vloerbedekking eruit. Rol dingen er allemaal af. Volgens vrouwenopvang ben ik in gevaar en hun willen mijn veiligheid waarborgen. Wahiba heeft een echt apart beroep. Ze moet namelijk orde scheppen in de financiële chaos van anderen. In deze aflevering gaan we een dag met haar mee en gaan zien hoe ze met verschillende cliënten te werk gaat. Nou Wahiba, je bent medewerker inkomensbeheer bij Stichting CAV. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Wij beheren financiën voor mensen die dat zelf niet kunnen. Dat kunnen hele verschillende mensen zijn. Mensen die schulden maken, mensen die helemaal geen schulden maken, maar die gewoon niet kunnen lezen bijvoorbeeld en daardoor de rekeningen niet begrijpen. Mensen die zoveel geld hebben dat ze bang zijn dat ze het in één keer uitgeven. Dus allemaal verschillende mensen. En wat doe jij dan? De financiën beheren is eigenlijk alles wat met de financiën te maken heeft. Wij betalen alle vaste lasten. We maken geld over naar de mensen zelf om boodschappen van te doen. Belastingaangiftes doen wij, toeslagen aanvragen, bijzondere bijstand. Eigenlijk alles wat met financiën te maken heeft. En wat houdt onder bewindstelling nou in? Iemand die onder bewind gesteld wordt, die kan eigenlijk niet meer zelf beslissen over zijn financiën. Dus dat nemen wij helemaal over. Wij nemen eigenlijk alle beslissingen wat financiën aangaat. Dus wij worden benoemd als bewindvoerder over de goederen en de gelden van een persoon. Hoeveel cliënten heb je? We werken in teamverband. Dus we werken in een team van 5 personen. En met z'n 5 hebben we ongeveer 500 dossiers. Dus 500 cliënten ongeveer. En hoe komen de mensen bij jullie terecht? Vaak krijgen we een aanmelding. Meestal is dat wel via maatschappelijk werk. Kan ook gewoon via de cliënt zelf zijn. Dus ik ga dan naar een cliënt toe om te kijken of we zo'n cliënt kunnen helpen. En dan machtigt diegene ons eigenlijk om de financiën te beheren. Of we dienen een aanvraag onder bewindstelling in bij de kantonrechter. En dan zijn we eigenlijk via de rechter officieel gemachtigd om de financiën te beheren voor een persoon. Het gaat echt puur over de financiën. Doen jullie ook aan schuldsanering? Nee, wij doen geen schuldsanering. Dat is vaak ook wel wat mensen denken als ze bewindvoering horen. Maar wij zijn geen schuldsaneringsinstantie. We hebben ook heel veel mensen met heel veel geld en helemaal geen schulden. Bij ons gaat het er echt om dat iemand zijn financiën niet zelf kan beheren. Ongeacht of er schulden zijn of niet. En waarom heb je ervoor gekozen om dit werk te gaan doen? Ik heb bij verschillende banken gewerkt en op een gegeven moment wilde ik eigenlijk helemaal niks commercieels meer. En terug naar wat ik eigenlijk vroeger altijd al wilde, mensen helpen. Dan kwam ik al gauw bij het financiële en niet echt bij het maatschappelijke. Dus vandaar dat ik hier terecht ben gekomen. En heb je er bewust voor gekozen om andermans chaos op te lossen? Ja, ik vind het wel een uitdaging om inderdaad bij iemand een hele berg met chaos mee te nemen en om daar orde in te brengen. Het begint eigenlijk met een hoop ellende en je maakt er daarna gewoon iets goed lopends van. En dat vind ik wel. En je ziet ook dat mensen er gewoon heel veel rust van krijgen. Dus ik vind dat wel uitdagend om mensen daarbij te helpen. Goedemorgen. Ik heb Jolanda gisterochtend gesproken en erop de hartje gedrukt dat ze zich geen zorgen hoeft te maken dat die 70 euro om Brandon te bezoeken voor komend weekend gewoon de deur uitgaan. Ik ben gisteren bij een cliënt geweest, een nieuwe cliënt. Het was een intakegesprek en dit is eigenlijk al het papierwerk wat ik daar meegenomen heb. Dus dit is wat ik daar gevonden heb en wat ik meegenomen heb hier naartoe en dat moet ik allemaal uit gaan zoeken. Ja, dit is nog netjes. En de rest is allemaal los. Het is niet altijd zo extreem, maar ik ben hier wel aardig wat tijd aan kwijt. Sleutels komen we ook vaak tegen.
waarom krijg je sleutels mee? Ja, die mevrouw heeft nog een woning die we ook op moeten zeggen voor haar. En waarschijnlijk zijn dit de sleutels van alle deuren daar. En van, ze heeft nog een caravan die we moeten verkopen. Ik zie autosleutel. En wat vind je hier nou zo leuk aan? Het ligt nu zo op mijn bureau en straks is het gewoon allemaal goed lopen. Die mevrouw heeft zoveel verschillende rekeningen en ze weet niet, bankrekeningen, en ze weet niet wat ze allemaal precies wel heeft en wat ze betaald heeft en wat ze niet heeft. En ik vind het leuk om ervoor te zorgen dat dit straks allemaal een goed lopend iets wordt. Met een heel duidelijk overzicht. Met één rekening waar al het geld op staat, alle vaste lasten van betaald worden. En dat mevrouw ook straks gewoon weet wat ze nou wel heeft en wat niet. En is het nou dankbaar werk? Soms. Soms. Er zijn mensen die ons heel erg dankbaar zijn dat we dit voor ze doen. Die snappen ook echt wel dat ze die hulp nodig hebben. Er zijn ook mensen die vinden dat ze geen hulp nodig hebben en die nooit dankbaar zullen zijn wat je ook voor ze doet. Dus het kan twee kanten op. En probeer jij je ook echt in te leven in die mensen? Want ik zie helemaal geen emotie. Ik zie echt een praktisch... Ja, nee, ik ben zelf heel gevoelig eigenlijk. Dus het raakt me heel erg wat de mensen meemaken. Maar ik denk dat ik voor mijn werk, dat het ook wel een soort van masker is die je voor jezelf opzet. Want je moet praktisch blijven denken. Want als ik er net zo mee ga zitten als hoe de mensen er zelf mee zitten, ja, wie gaat het dan voor ze oplossen? Dus het is echt, ja, dat praktische, dat moet wel om dit werk zo te kunnen blijven doen. Maar het laat me niet koud wat de mensen meemaken. Wahiba gaat naar een intakegesprek met Joke de Vries. De kantonrechter heeft voor Joke al een onderbewindstelling uitgesproken. Ze heeft echter grote schulden. En Wahiba gaat kijken of ze een inkomensbudget kan opstellen. Joke wil niet herkenbaar in beeld. Mevrouw de Vries, de laatste keer dat wij elkaar gezien hebben en gesproken hebben, woonde u nog in uw eigen huurwoning. Ja. En toen dreigde er wel een uithuiszetting, omdat het schuldhulpverleningstraject mislukt was. Ja. Dat is nu allemaal veranderd. Misschien kunt u daar even wat over vertellen? Ik moest op 11 december moest ik mijn huis uit. En 10 december heb ik zelf de sleutel ingeleverd. En ja, alles zoveel mogelijk leeggehaald. Ja. Wat mogelijk was. En ik ben 2 weken bij mijn dochter ingetrokken. En toen heb ik een woning gekregen via de vrouwenopvang. Heeft u een beetje een beeld van wat de totale schuldenlast op dit moment is? Ach, dat is heel erg hoog. Ja, ja, maar heeft u er wel een beetje een beeld van? Of is het zoveel dat u het echt niet meer weet? Ik denk dat het ruim boven een ton zit. Oké. Okay. Ja, zullen we even door de papieren heen bladeren? Dat ik even kan kijken wat er allemaal precies in zit. Uw ex, die liet toen ook nog geld op uw rekening storten. Is dat nu opgehouden? Ja, die betaalt helemaal niets. Oké. Okay. Dus... Oh, dat komt... even kijken hoor. Oh, het gaat om 2 verschillende schulden. Er is ook nog een schuld bij de zorgverzekeraar. Okay, ja. Schaamt u zich nou voor dat u hulp zoekt bij Stichting CAV? Nee, ik had het eigenlijk 5 jaar eerder moeten doen. Ik heb al die tijd geprobeerd om het zelf op te lossen. Moet je je eigenlijk niet voor schamen. Je moet accepteren om hulp te doen. Hulp te krijgen. Ik ben blij dat het er is. Het brengt een stukje meer rust in je gezin. Dus. U schaamt zich hier niet voor, maar u wilt toch niet herkenbaar in beeld. Ja, maar dat heeft niet te maken met mijn schulden. Dat heeft te maken met huiselijk geweld. Ik heb 11 jaar in een relatie gezeten en waarvan zeker 8 jaar huiselijk geweld. En ja, ik zit nu momenteel in een woning van vrouwenopvang. En ik ben volgens vrouwenopvang ben ik in gevaar. En hun willen mij veiligheid waarborgen. En ja, daarvoor wil ik niet in beeld. Maar kom je wel regelmatig cliënten tegen die dat wel doen? Ja, er zijn inderdaad veel cliënten die zich er wel voor schamen. Dat merken we dan bijvoorbeeld doordat we de werkgever niet aan mogen schrijven. Dat ze dan aangeven van ik stort mijn salaris zelf wel door. Of ik geef wel door dat het naar een ander rekeningnummer moet. Dus dan schamen ze zich toch inderdaad dat ze hulp krijgen in hun financiën. Dus dat merken we wel, ja. Nou, dan ga ik de stukken meenemen.
te druk. Ja, vooral als jij binnenkomt. Wahiba heeft regelmatig contact met haar cliënten. Dat contact verloopt meestal via de telefoon. Met Michel, goedemorgen. Hi, goedemorgen Michel, met Wahiba van de Stichting CAV. Hey Wahiba, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hallo. Ik bel even om het even over je financiën te hebben. Ja, je situatie is nu gewijzigd, hè, omdat je geen werk meer hebt, maar een uitkering, een WW-uitkering. Klopt. Dus ik bel weer even om, om te overleggen, om te kijken hoe het ervoor staat. En dat is eigenlijk niet zo heel erg goed op dit moment. Nee, dat weet ik. Maar ik weet dus dat het incassobureau Lindorf uit mijn hoofd het overgenomen van KPN. Je weet wel, die schuld. Ja. Waar ik ergens wel ergens niet echt vrolijk van word, omdat je natuurlijk in kassakosten er ook een schietje overheen gaat. Ja, maar KPN, het gaat natuurlijk om 4 abonnementen, hè? Kijk, als het om 1 abonnement ging, dan zouden ze misschien nog wat coulanter geweest zijn, maar het gaat om 4 abonnementen. Ja. Voor nu is het sowieso gewoon heel erg belangrijk. We gaan je huurtoeslag laten aanpassen, want dat kan omhoog omdat je inkomen omlaag gegaan is. We gaan ook bijzondere bijstand aanvragen voor de bewindvoeringskosten. Dus dat zijn dan al wat dingetjes. Maar ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar je NUON, dat is gewoon heel erg hoog. €171,71 per maand voor 1 persoon is gewoon echt heel erg hoog. Ik doe alles al wat ik kan doen. Dus ja, het is belachelijk als ik om de 4 dagen moet douchen. Ik wil wel natuurlijk schoon kunnen houden. Dus ik ga wel op de dag. Ja. Dat moet ik ook, doe ik ook hoger dan 10 minuten. Dus dat is ook heel kort op zich. Ja. Yeah. Nou goed, alles moet ik ook gewoon blijven doen. Nou ja, ik denk dat het toch belangrijk is om daar toch gewoon even goed naar te kijken. Om toch te kijken of er misschien nog ergens op bespaard kan worden. Want nu krijgen we je budget gewoon heel moeilijk sluitend. Er zijn 3 schulden eigenlijk, waar we geen regelingen voor kunnen treffen. En het is wel belangrijk dat dat zo snel mogelijk wel gaat gebeuren. Ja goed, je weet dat ik heel druk bezig ben met baan. Het ziet er goed uit, ja. Op korte termijn. En ik ga een vlag op mijn dak plaatsen zodra ik ben aangenomen. Dat lost al heel veel op als ik weer een baan heb. Is goed. Nou, ik ga gauw weer verder. Is goed. Ik wens je een fijne dag. Ik wens jou ook een fijne dag. Dag Michel. Oké. Doei. Dit was een meneer, een cliënt van ons. Die staat onder beschermingsbewind. Die is een tijd geleden werkloos geworden. Dus hij heeft nu een WW-uitkering. Voorheen had hij salaris. Dus hij is in inkomen is hij achteruit gegaan. Maar hij heeft ook 4 telefoonabonnementen afgesloten. Wat zegt u? Hij heeft ook bij UPC van alles besteld. Pakketten voor zijn tv. En daardoor heeft hij zelf allerlei schulden gemaakt. En die schulden kan hij nu niet betalen. We kunnen ook geen voorstel doen voor een betalingsregeling. Want er is geen ruimte in zijn budget. Hij heeft die telefoons allemaal verkocht. En de abonnementen, ja, daar zit hij 2 jaar aan vast. En hij heeft, zoals ik net al aan de telefoon zei, €170 per maand verbruikt hij aan stookkosten. En dat is gewoon heel erg veel, want hij woont alleen. Dus dat moet gewoon echt omlaag allemaal. En hij heeft af en toe toch wel dat duwtje nodig om toch weer wat te gaan doen. Wahiba is nu op weg naar een bezichtiging van een huis dat ontruimd moet worden. De bejaarde bewoonster is visueel gehandicapt en onlangs opgenomen in een verpleeghuis. Als bewindvoerder moeten we hierbij er nu voor zorgen dat het huis schoon en leeg wordt opgeleverd. Dit is Harry. Harry is onze buitendienstmedewerker. Die gaat de woning inspecteren. De woning moet opgezegd worden, maar er moet nog een hele hoop gebeuren om de woning weer op te kunnen leveren aan de woningbouw. Dus we gaan even kijken wat er allemaal moet gebeuren. Doen we. Als het goed is zijn de meeste spullen wel weg, maar er zal vast nog wel genoeg te doen zijn. Okay. Vijf hoog, lekker. Je zal het elke dag moeten lopen. Goedemorgen, Stichting CAV. Hoe maakt u het? Goed, en u? Ja, prima. Okay. Dank u. Ja, ja. Nou, mevrouw, u kunt gewoon gaan zitten. Ja. Dan gaan wij even rondkijken. Wij kijken eventjes in de ronde van wat er allemaal moet gebeuren en andere toestanden. Ja. En dan maken we daar een rapportje van. Ja. En de verhuizer die komt dus ook nog om een offerte te maken, wat dus eventueel de kosten zijn, dat u dat weet. Okay. Wij kijken even in de ronde en dan gaan we dadelijk weer weg. De vloerbedekking moet eruit, hè? Vloerbedekking eruit, roldingen er allemaal af. De vloerbedekking legt gelukkig los, maar wel allemaal latten. Zeil, geen asbesthoudend zeil. Nee,
Nou, dat is dus niet zo bezwaarlijk. Dat is er gauw genoeg uit. Staat er nog wat in de kast? Ja, er staan nog spulletjes. Niet veel, maar er staan nog wel wat... Oh ja. Dit ook. Die voorzieningen, die daar zitten, die zijn van de AWBZ en die zal er ook denkelijk wel uit moeten, deze. Ja. Die moet je navragen. Een stoeltje. Toiletleuningen. Hij is wel aangepast, die woning. Ja. Ja, ik heb het opgeschreven. Dat gaan we dan even uitzoeken. Even vragen of dat eventueel terug moet. Oké. Zo. Ga mee. Ja. Als laatste bezoekt Wahiba mevrouw Vellekoop. Sinds het overlijden van haar vader voert Wahiba het bewind. Ze gaat nu langs voor een evaluatiegesprek. Goedemiddag, mevrouw Vellekoop. Goedemiddag. Alles ik goed ben met u? Vellekoop. Hallo, ik ben Wahiba van de CAV. Komt u binnen. Hallo, goedemiddag. Hallo, Wahiba. Ja. Nou, mevrouw Vellekoop, hier zitten we dan. Ja. Ik kom even bij u langs, want u bent nu iets langer dan een jaar staat u onder bewind. En wij zijn uw bewindvoerder. Klopt. Ja, dus ik kom even langs om te kijken hoe het nou precies hoe het nou gaat, hoe het ervoor staat. Wat u er zelf van vindt, of u tevreden bent. Uw vader beheerde eigenlijk voorheen de financiën. Klopt. Nou ja, wij zijn het op een gegeven moment over gaan nemen. U had helemaal geen schulden of zo, dus het was allemaal goed geregeld. Niet. U gaat ook meestal sowieso wel één keer per jaar op vakantie, hè? Heeft nou, twee keer. Twee keer per jaar, ja. Zo. Heeft u daar al iets voor gepland dit jaar? Heeft u al een vakantie op gepland? In het voorjaar ga ik met Linita op vakantie. Linita? Ja. Wie is dat? Dat zijn twee zussen die organiseren die vakanties. Oké. Okay. En waar, weten jullie al waar jullie heen gaan? Of is dat was nog niet bekend? Duitsland was het gedaan. Ja, okay. Ja. Okay. Nou ja, op het moment dat bekend is hoeveel dat gaat kosten, dan horen wij dat graag. Ja. Want dan kunnen we dat bedrag overmaken naar die instantie. Dat past ook prima, want u leeft heel zuinig. Klopt ook. Dat past prima binnen het budget. Ik vroeg me af of er verder nog dingen zijn die u gepland heeft voor in de toekomst. Dingen waar wij rekening mee moeten houden. Ja, ik ben nu bijna jarig. Oké, gefeliciteerd. En dan word ik 60. Oké. Dus. En gaat u dan wat doen met uw verjaardag? Dan doen we het op het trefpunt, een verjaardag vieren. Oké. Okay. Dus, lekker eten. Ja. En dan lekker gebak bij de koffiesavond. Ja, leuk. Oké. Dus, en daar heeft u dan extra geld voor nodig. En ook voor de boodschappen. Ja, oké. Okay. En weet u al hoeveel extra geld u daarvoor nodig heeft? Nou, ik denk wel 50 zeker. Oké. Okay. Nou, dat is geen probleem. Dat gaan we naar u overmaken. Het gaat nu eigenlijk heel goed met mevrouw Vellekoop. Wat doe je dan eigenlijk hier? Mevrouw Vellekoop is echt inderdaad een cliënt waar we eigenlijk bijna geen contact mee hoeven te hebben, omdat het heel erg goed gaat. Maar het is juist ook wel goed om dat persoonlijk contact te hebben, zodat mevrouw Vellekoop weet wie wij zijn en dat wij weten wie zij is. En anders dan wordt het op een gegeven moment een dossier of een nummertje en dat is niet de bedoeling. Dus vandaar dat ook mensen waar het heel erg goed gaat, dat we daar wel ook contact mee willen hebben. Nou ja, ik vond het fijn u weer gezien te hebben. Ja? Hartstikke bedankt. Nou, als u verder nog vragen heeft naar aanleiding van dit gesprek, dan hoor ik dat wel. Ja? Oké. Even mijn jas aan. Nou, je hebt een heftige werkdag achter de rug. Een ontruiming meegemaakt, diverse cliënten geholpen. En heb je ook het gevoel dat je de wereld beter maakt met je werk? Ik denk wel dat het een bijdrage levert in een goede samenleving, inderdaad. Ik denk dat er een hoop cliënten zijn die deze hulp echt nodig hebben en die echt wel in de problemen zouden komen als de hulp er niet zou zijn. Dus in die zin denk ik wel dat we iets goeds doen, ja. Help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting CAV.